Nee, het is ook wel echt de gedachte dat eetstoornissen van zich uh, zijn toegenomen. Ja. Maar anorexia is, denk ik, een van de eetstoornissen die het meest zichtbaar is. Um, en het is dodelijk ook? Ja, en daarom natuurlijk ook het meest. Uh, en het snelst, denk ik, ook in zorg komt. Want ja. een, een, een ziekte als bulimia, waarbij dat mensen vaak nog op, op een uh, relatief gezond gewicht zitten. Deze mensen komen vaak niet uh, bij de huisarts of, of in zorg überhaupt. Dus dat is vaak uh, meer verborgen leed. Ja. Maar hoe ja. kan het nou sinds corona zo gestegen zijn? Ja, ik denk dat, dat je moet het echt zien... dat corona als een soort van katalysator heeft gewerkt. Want uh, de, nou, je benoemde het net al, een eetstoornis ontstaat niet zomaar. Je moet een bepaalde aanleg hebben om het uh, te kunnen ontwikkelen. Maar daarnaast moeten er dus triggers vanuit de omgeving komen. Um, en, en eigenlijk hoorde ik al een paar dingen die heel belangrijk zijn. Dus het gaat over... Controlebehoeften. En jij bent als enige uh, degene die bepaalt wat jij eet, uh, hoe je eet. Maar hoe zijn er allemaal perfectionistische mensen? Nou, er zit wel een bepaalde uh, uh, karakterstructuur. Um, en perfectionisme is daar wel één van. Uh, maar ook bijvoorbeeld een negatieve zelfbeeld hoort daar heel erg bij. Um, en, en zo zijn er een aantal zaken waarvan we echt weten dat, die dus, uh, dat je dan dus een hoger risico loopt op het ontwikkelen van Hoe zit eerst dat op. dan bijvoorbeeld met, uh, met uh, ideaalbeelden? Ja. Um, het is zo dat het ideaalbeeld wat wij in, in de westerse maatschappij hebben uh, natuurlijk over de jaren veranderd is, maar dat het wel degelijk natuurlijk bijdraagt aan hoe wij als, als mensen naar onszelf kijken. En zeker in de puberteit, wanneer je de ziekte ziet ontstaan. Uh, zie je ook dat mensen natuurlijk enorm vaak uh, geconfronteerd worden met plaatjes op sociale media, dus een beetje picture perfect. Ja, je kunt nu natuurlijk ook veel meer vergelijken dan ja. vroeger, ja. omdat je alles de ja. hele tijd ziet. Ja. Ik denk ja. wel dat anorexia van alle tijden is. Nu is heb je nog ook? meer social media, maar bedoel, in mijn tijd was het ook. En ik weet dat mijn oma ook wel die magerzucht had, noemde ze het uh, vroeger. We hadden dan de topmodellen, maar uh, ja, het, het, het is het vergelijken, het triggeren, maar het is vooral Weet je hoe iedereen zich heeft gevoeld tijdens de pandemie, ook volwassenen? Al die onzekerheid, als je dan je eigen gewicht onder controle hebt en je ziet, puur door je eigen wilskracht en je eigen discipline, zie je elke keer dat getalletje op de weegschaal naar beneden gaan en naar beneden gaan in een wereld, in een maatschappij waar alles onzeker is. Is dat wel jouw enige houvast?